Leuk dat jullie kijken bij deze nieuwe video in het nieuwe seizoen. Eindelijk is het seizoen begonnen. Eigenlijk zijn we natuurlijk al terug door alle video's naar Tsjechië en zo. Maar ik dacht toch voor jullie eventjes snel een video van de Belgische knallers. Er zijn natuurlijk heel wat veranderingen geweest, ook door corona. Dus ieder jaar komen er weer nieuwe knallers en dat wil ik jullie toch even laten zien, testen. Verder hebben we weer wat leuks voor jullie, zoals we eigenlijk altijd hebben als we gaan afsteken. We hebben weer aanstekers van MyPlasma, de elektrische, waardoor je dus via een opladertje kan opladen. Geen gas nodig en hij gaat super lang mee. Ik vind ook zelf dat dit de beste kwaliteit is, omdat de batterij ook sterker is dan andere aanstekers. Hier heb ik alle nieuwe varianten. Hier hebben we bijvoorbeeld de Pyro Taser. Moet je kijken hoe die in de hand ligt, is echt ziek. Hij is ook best wel licht. Maar hij ligt wel goed in de hand. Kortingscode PYROTEAM DELFT voor korting. En voor de snelle mensen staat hier een andere kortingscode. Moet je wel snel bij zijn, want voor je het weet is die niet meer geldig. Als je hier kijkt, hebben we alle nieuwe aanstekers ook van ze. Bijvoorbeeld die camo. Vind die ook wel ziek. Cameraman vindt deze ook lijp. Moet je kijken, gek. Die camo. Hier mijn aller favorietje. Ik vind die stickies echt chill. Ga je even de knop aandoen. En dan heb je hem. Die sticks zijn echt een van de betere, omdat ze klein zijn, maar wel goed in de hand liggen en een goede batterij hebben. Ik ben wel heel erg benieuwd dus naar deze. Hier de rest. Hebben we natuurlijk hier zo de Black Dragon. Die vind ik ook best wel bijzonder. Echt een mooie. Was vorig jaar heel snel uitverkocht. De zwarte, voor de mensen die simpel willen en klein. Doet het ook goed. En hier de Rainbow Dragon. Hier liggen ze dus allemaal op een rijtje. De nieuwe verbeterde aanstekers van MyPlasma. Met ook een hele goede batterij nu. Om even goed te laten zien jongens wat we allemaal hebben gehaald. Hier de Tureno nummer 5. Kijk, best wel groot zijn ze. Ben benieuwd hoe ze knallen. Daar de Red Widow. Ook best wel groot zoals jullie zien. Tureno nummer 3. Een kleinere variant, maar zeker ook niet minder. Gaan we hier naartoe. De Mammot lijkt terug, maar we gaan nog maar kijken of die hetzelfde knalt. Ben benieuwd. Deze, de Bison. Ook mooie knalletjes zo te zien. Mooi afgewerkt. Ben benieuwd hoe ze zijn. Dan hebben we hier een soort van nitraatcakeje. Of een soort van... mooi goedkoop knallen, een mooi goedkoop cakeje. Gaan ook even testen denk ik. En hier de hele Italiaanse lijn. Heb je te beginnen met de Colpo. Ik heb hier niet alles van open gehaald. Open gemaakt om te laten zien aan jullie. Maar hier heb je bijvoorbeeld de Colpo knaller. Kijk, gekke knalletjes. Nog nooit gehad, maar dus echt Italiaanse productie. De Vespa. Ben benieuwd of er een scooter bij zit straks. Pirata en de Zanzara en de Piccolo Pirata. Al met al even wat mooie dingetjes om te stoken. En ik weet dat jullie allemaal naar het moment willen dat we gaan stoken. Oh, wacht even. Ik vergeet helemaal de Borrachos. Check. Deze komen dus uit Spanje, zeggen ze. Deze geven een effect dat ze draaien, zoals we in Spanje altijd zien. Dus die gaan we ook even testen. Daar hebben we een aantal van. Al met al een mooi... bij elkaar geraapt zooitje. Die we zo meteen even allemaal laten zien. En ik weet dat jullie allemaal wachten op het moment dat we gaan stoken. Dus laten we maar naar het moment gaan. Laten we maar beginnen bij deze. Nummer 5. Ik ben echt benieuwd man. Die gaat sowieso hard zijn. Zo. Volgende. Gewoon een paar tegelijk. Zo, die is dichtbij. Even die grotere. Nummer 5. Wel goed hè? Zo. Zo. Lekker dichtbij, gek. Ja. Zo.
volgende. Die bison. Die gooi je wel wat sneller verder weg. Ja. Zo. Knal ook goed. Kom maar dichterbij hoor. Die is hardst, hè? Ja, die was nummer hard. 5. Red Widow, de grootste. Zo. Die lontjes. Ja. Ja, ook goed, man. Even een stooksessietje. Goeie snippers ook, hè? Ja. Goeie snippers. Zo, hé. Volpootje. Ik ook ben nieuws naar. Hier nummer 3. Oh, die is dichtbij, hè. Borracho's, omdat dat wel een goeie is. Daar ben ik ook benieuwd naar. Gooi wel. Ja? Yep. Yes. Iets verder weg, omdat ik niet weet wat het doet, weet je? Ja. Hier, bison. De bison, weet ik hoe dat heet. Hier nog even. Je had niet verwacht, man. We hebben natuurlijk ook een paar van die grote nog, met die rare lont. Die gingen net echt raar, moet je opletten hè, wat er bij de lont gebeurt. Zie je? Ja, dat is een raar lont, man. Zo. Geeft ook rode vlam of zo. Vespaatjes. Kleine knalletjes. Ja. Op zich wel lachen, hè? Ja. Die kleine knalletjes. Kijk hoe klein deze zijn. Zo. Ja, man. Even proberen.
Nou, dat valt wel mee. Camo aansteker. Lekker dichtbij, man. Let op, er komt iets uit, spring. Zo, oh nee, dit zijn mammots. Juist, Die zijn wel goed, man. Ja, hè? Wind staat echt deze kant op.